Shee, we zijn terug met een hele speciale vlog. Niet heel lang geleden mochten we de clip schieten van de nieuwe Kraantje Papi single. Lang leven de life. Het was leuk, geniet ervan, dat deden wij ook. Goedemorgen. Hoe laat is het? Half vijf. Word je altijd zo vroeg wakker? Ik word altijd zo vroeg wakker, ja. Ga een clip schieten. Moet je een slokje, bro? Even een ontbijtje halen, noemen we dat. Wow. Wil je niet even een eierbal halen? Ik haat ei, het ruikt naar sok. Oh. Ja, het genieten van deze gozer die zijn fiets aan het zoeken. Kan je hem vinden? Ook leuk. Jij gaat zeker nog even trainen. Nee. Kip leg day elke day. Beendag is best zwaar voor hem dit. Gisteren ei gegeven. Nee, wacht. Lekker gewerkt, pig. Kan je bijder? Nee. Hoeveel eierballen verbrand je met deze woord? Een halve eierbal. Ja. Kom hier vaker. Nee. Kom maar, I'm ready. 10 seconden spoelen. You got this. And you drink. Enjoy the flavor. Oh, mijn kaken. Ja, hij zit hier kaken als het goed is. Kijk. Waar ga je nou heen? Ja, oké, ja, ze heeft gelukkig gehad. Ja, dat is niks. Ja, nee. Snel deze fiets gaat? Nou, dat ligt er een klein beetje aan. Maar in principe gaat hij redelijk snel. Doe je dit gewoon voor cardio? Nee, voor de swag. Vind je het hard? In Zaandam heb je altijd zo'n man die fiets van achter naar voren. Waarom doet hij dat? Ja, zie je, daar ga je al. Gasten met knotten ook ineens sukkels, hoe kan dat? Ik ga een hoedje maken voor jou. Dit zijn die 2016-17 vibes gewoon, ja. Hoe jij danst is kunst. Toen was ik de knot guy en nu ben ik gewoon blij met nieuwe ik. Is je hoofd koud? Hoofd is altijd heet. Ik ben vooralsnog niet emotioneel, maar wat niet is kan nog komen. Dus hij en Farad hebben echt 2 keer zo lang haar als ik had net. Fabio. Ik wil je niet onzeker maken of zo. Nee, ik vind het niet erg. Nee, Zahar. Dus de laatste clip die ik voor Kraantje heb geschoten, begin ik kruis te worden. Wanneer was dat? 2018. Je moet gewoon accepteren dat je OG wordt. Dat zou je kunnen zeggen. Ja, dat is wel geliefd. Ik ben aan het denken, man. Ik ben de dikke zaghaas. Ik kan niet geloven dat ik zo mijn vriendin vond. Maar zijn de dingen die ik zelf niet zag. Wat tijd scherp, nee. Hoe is de life treating you? Life's going very well, thanks for asking. Zit er geen spelfout in, tatoeage. Kapsel is goed gelukt. Lig hier bijna in de blote reet met allemaal mannen om me heen. Hoe is het bij jou? Ja, op zich wel. Ja. Wat een heerlijk weertje hier in Groningen, man. Ja, heerlijk. Lekker weertje. Heb je die schoenen allemaal gedragen? Maar wat in de kast staat, dat is eigenlijk een beetje gewoon wat ik draag. Wat is denk je de top 3 die hier staat? Qua hype value. Ja, ik denk alsnog dat deze Louis kicks gewoon, die zijn gewoon ook aan het stijgen. Mm. En die zijn al prijzig to start with. Ja, Travis'je is altijd wel mijn favoriet. Ja, ik denk uiteindelijk toch gewoon een Jordan 4 White Cement ofzo. Vind ik wel sterk. Ja, ik heb dus nu laatst deze laten maken tot weer draagbaar. Dat is ook wel gewoon een lijpe. Gewoon die oude Animal uit 2006. Weer met een hele nieuwe zolder onder. Dus deze kan gewoon weer aan. Kan je ook wel naar anderhalve rug bijna ofzo. Maar ja, jeet toch jongens. Het gaat niet om geld, hè. Het gaat gewoon om de swag. Day 2. Ja, jeet toch. Zou gewoon iemand moeten doen. Wat is je favoriet soort bonen? Wist je dat ik pas een half jaar bonen eet? Ik vond het altijd een beetje eng. Ik kan niet rappen, hè? Snel! Dun vlees, hou ik ook niet van. Koud vlees, ook niet. 29 april, dan breng ik een nieuw liedje uit. Het liedje heet Lang Leven de Life. Nou, heb ik daar gisteren een aantal beelden voor geschoten. En toen zei mijn grote vriend Space Trip Pat, die ook de video heeft geschoten van Lil Crane en van Liefde in de lucht. Kunnen we niet gewoon een paar beelden schieten in Tivoli? Goed gingen we gewoon bijnamen voor elkaar verzinnen. Zij van mijn boys Space Trip Pat. Weet je wat wel het voordeel is van kort haar? Je hebt niet meer van die hele lange haren tussen je reden, als je net gescheten hebt. Zullen we een aantal beelden schieten voor mijn nieuwe single? In het refrein zingen en dan leven het. Dan is het oké. Pure kunst, daar gaan we nog één keer. Lang leven het. De color nut, what the fuck? Leuk hè? Lekker prik. Het publiek was fucking lauw. Echte energy gewoon. Ik heb geen genoten van jou. Ja, nee, maar echt helemaal kut. Even een broodje kaas. Wat vind je nou kutter van het kraan of business? Nou, dat is echt kiezen tussen twee hele slechte. Alex doet nog dingen met een geweten, Leo niet. En voor de rest was deze show gewoon kut. Ik ben heel blij dat ik er niet voor heb betaald. Sorry. Ja. Goed, zit ze haar goed?
Nou, ook niet. Oh. Ja, precies dat. Ik heb een quoteje voor je. Oh. Dus ik loop net hier zo door de zaal. Komt een guy langs lopen. Die zegt, heb je dus zo je best gedaan om je haar te laten groeien zoals kraan? Kom je erachter dat hij eraf gehaald heeft? Dat is echt een classic opmerking. Wat een leven. Dit is wel echt een goede show. Thanks. Heb je dit niet op camera, toch? Ik kan je nog herinneren dat wij, ik wil zeggen, misschien wel in 2012 carnaval zingen? Nee! Ik was nuchter die avond. Nee, maar het is even serieus, van, het is echt weer een soort van stap omhoog. Dat is wel top, dat dus ook daadwerkelijk lukt. Want hij stond natuurlijk al best wel steady, weet je. Maar we hebben hem echt om onszelf uit te dagen op de schop gegooid met alle risico's van dien. Dus het is wel echt fijn dat hij er nu is. Gooi het maar niet super op de schop gegooid dat ik dacht, maar wel het solid. Nu meer dit, terwijl we vroeger deden we veel meer op. Ja. Weet je wel? Ja. Nou, tof dat je het ziet. Nee, het klopt gewoon. Ik vind het heel hard. En als je dit gebruikt in de video, dan hebben we een probleem. Ja. Niet zoveel tongmeisje. Er gaan geen glazen gegooid worden en je vriendin snitst je ook nog. Dat is goed, dan ga je eruit. Oh. Ga er even over nadenken. Noem één uitkomst van die gooi, dat we met z'n allen nog... Ja, nee, oké, snap ik. Dit is toch zeker niet halverwege? Je kan niet beginnen 30 seconden met inschenken en dan naar mij zeggen... Jawel, ik begon. Ik zei hier, oké, Jay, let op. Zeg jij zelf stop? 5 minuten aan het inschenken, toen zei hij, zeg stop. Zeg jij stop. Oké, nu. Dit bedoel ik. Nu zei je pas, zeg stop. En moet je kijken hoe goed we gaan. Hey, opa. Opa. Oh, daar is hij weer hoor. Knak. Oh, grapie. Oh. Je ziet hem altijd in die dikke auto's rijden. Weet je waar hij zelf in rijdt? No. Lada. Het scheelt weinig. Kiyama, het zit er dichtbij. Knolpaalmuurtje. Ja, zeker. De hele crew draagt het toevallig. Het is goed gelukt, Karel. Het is goed gelukt, hè? Ja, ik heb goede moeder uitgekozen. Sense of attention. Oh, lekker. Ik vind het moeilijk dat ik er niet ben. Lekker lolletje. Lekker. Ben je jaloers persoon? Nou, jaloers weet ik niet. Maar als iemand van mijn soort van lengte het overneemt, dan... Ik denk wel bij mezelf, ik heb nu liever dat hij me even gewoon weer naar bed gaat. Zeg maar lolly. Ja, lolly. Weet je, je moet toch een beetje werken voor je carrière en eraan trekken. Ja. Zij pakt nu al mijn aandacht. Vervelend als het dan zomaar wordt gegeven, weet je. Nou, hoe lang is ze nou al bezig? Precies, dat is het, weet je. Ik ben al toch 10 jaar aan mijn carrière aan het timmeren. Ja. Zij is net een paar maanden bezig. Ja, het is gewoon zonde. Het is gewoon zonde. Hij mist een beetje aandacht. Als ik nu bijvoorbeeld opkom met waarskraan, dan zijn er gewoon een certain amount mensen die gewoon zoiets hebben. Ik, dat was mijn eerste keer Joret de Mar met vriendinnen. Ja, weet je wel, oh, dat was mijn basisschoolperiode. Nu moet jij even aan de kijker gaan vertellen wie jij bent. Jij bent er van RTL Boulevard, of niet? Ik ben Nobu. Want de liefst ben ik alleen. Het is oké als je gaat. Ik zit te diep in jouw systeem. Ik ben Nobu en ik heb voorprogramma mogen doen van heel de tour van Kraantje. Performance? Was echt, je snapte steeds, dat was echt sick om te zien. Waar staat Nobu voor? Want ik zie, je hebt je eigen swag. Oh shit, ik eigen zie swag. Het werk. Nobu maakt energieke pop-hip-hop tunes. Zeg ik dat goed? Ja man. Lekker. Dat was het. En ga je nog iets leuks doen dit weekend? Waar was mijn roos? Jij noemt die camera, dat kan me niet voorstellen. Ik was even bezig. Ik heb van Maxime... Nou, maar je gaat niet zo doen. Nee, je gaat niet zo doen. Hij ging een sigaretje roken. Hij was bezig met zijn interview. We waren bezig met wij komen. Ik heb gefeuken. Ik ging jou de weg wijzen. Zij hebben even... We komen zo haken wel in zo. Ja, maar ik hoor even nu bij het interview. Waar was mijn roos? Ja, als ik jou... Weet je wel iets? Ja, dat weet je wel. Heb je me net heel goed uitgelegd. Charter en Vogel. Maar kijk hoe die eruit ziet, man. Ja, dat... Maar bro, meanwhile. Ik neuk de. De OnlyFans. Loopt daar een beetje. Yeah. Nou, harde schijf, alarmschijf hebben natuurlijk ook de Poppen Club Tour prijs. Nou, mooi. Dat is belangrijk. Jongen. Ik kan ook nergens komen of ik win weer wat. Dat is het hele ding. Een van de mooiste prijzen die je ooit hebt gewonnen? Dit is zeker een van de mooiste prijzen die ik deze week heb gewonnen. Het is een goede week. Ja. Maar even gaan we naar bed. Snuffy is er ook niet. Waar is ze? Zo jongens, we kunnen. Ja. Jongens, JJ wil even. Ik ben hier hoor. Ja, ja dat Meeval die aandacht krijgt. Dat... Wat kut voor jou. Wil je alsjeblieft weer wat, wat socials voor me maken? Maak even wat socials voor me. Hey, maar vertel, hoe deed je zo? Deed je een beetje... Ja, goed. Ja, altijd leuk.
Ja. Nee, altijd groot. Ja, feestje weer. Kijk, daar gaan we een mooie vrouw. Oh. Waarom zit je weer met die camera in mijn gezicht? Ja, dat is sterven de zon. Nou, was maar waar. Ik hoop dat ze slapen. Mag je altijd even heel veel respect geven voor de persoon die je bent? Ja, dank je wel. Mijn vader en ik keken altijd All Star samen. Ah. En dat was echt een dingetje. Dus, wat leuk. Ik vind het leuk om je een keer te ontmoeten. Meer bier. Ja, dus nog steeds meer. Dus altijd meer bier. Ik vond het goed. Jij hebt ook geknald, zeg. Ik heb mijn best gedaan. Ja, nou, meer dan je best hoor, dat kan ik je wel beloven. Mensen gaven je een goed applaus ook. Laat je horen voor Space Cadet Pat, jongens. Wat we destijds met Lil Cranny hebben gedaan? Mooi. Ja. Met liefde in de lucht. Mooi. Ook erg mooi. Ook erg mooi. Lang leven de live. Het lijkt mij top. Als dit er eentje wordt, dan gaan we praten met de Ark. Dan gaan we een bom van een stack op je gooien voor een megaproductie. En gewoon ook voor een beetje vakantie. Gewoon 20 ruggen en een beetje. De clip moet 15 kosten. De rest is een lekkere VK voor Pat. En ze. Maakt mij niks uit. Gewoon daar waar jij je wifi helemaal kan bedoezelen met je eierstokken. En er een kind in ramt. Dat is waar ik gefacetimed voor wil worden. Vanaf die plek. De enige reden waardoor je mij mag facetimen vanaf die vakantie is dat je zegt. Elke dag gaan we. Maar we zuipen. Het geld is op. We moeten nog 2 dagen, dan mag je gewoon nog een tikkie sturen. Beter werk, lang leven de life. En misschien als die niet werkt, moeten we het misschien ook gewoon doen. Shout out naar jou, man. Bro. Shout out naar mij. Hey, shout out naar Team Kraantje, Lobby. Dankjewel voor de kans. Vergeet niet te abonneren hieronder. Volg me op Instagram. Ja, en on to the next, man. Oh ja, laat me deze vlog afsluiten met de vraag. Welk leven ambieer jij? Ze vragen me vaak welk doel heb je voor ogen. Maar ik denk er niet te veel aan, wat ik doe dat vind ik nodig. Sick. Ik zeg het je wel, een heleboel is overbodig. Maar tot nu toe voelt het goed en als het moet dan doe ik het over. Basically that vet, kan je papi. Better recognize. Of het zin heb is het tweede, maar het haalt het weg van binnen. En vieze corduroy shirtje. Zegt ook wat over de man. Zijn al vieze corduroy shirtje? Ja. Niet doen. Dat is niet voor iedereen oké, okay, dit. Kijk, dit is hoe je gecanceld wordt, Pat. Voel je dat? Dat is mijn telefoon. Mentos, toch? Ja, nou, een klein rolletje, hoor.